In mijn woonplaats Beverwijk is een Facebookpagina gelanceerd tegen de opvang van vluchtelingen. Ik heb de verhalen en reacties gelezen. Laat ik vooropstellen dat ik de ongerustheid binnen de samenleving heel goed snap. Ik heb niks met politici die vanuit de hoogte roepen dat er niks aan de hand is. Denigrerend spreken over onderbuik, terwijl de samenleving waar zij boven staan de klappen moeten opvangen. Natuurlijk brengt de enorme vluchtelingenstroom problemen mee voor de samenleving. Toch schrok ik wel van de wijze waarop de reacties geformuleerd zijn op de Facebookpagina. Alsof elke vluchteling een verkrachter is. Alsof de vluchtelingen ons alles afpakken wat we hebben. Er spreekt angst uit. Diepe angst. Als er iets is wat een samenleving kan ontwrichten, is het angst. Dat is het grote probleem. Niet de mannen, vrouwen en kinderen die voor oorlog vluchten. Toevallig hoorde ik dezelfde dag het verhaal van een Parkinson-patiënt die door de politie de bus uit werd gehaald vanwege zijn speciale laserschoenen. Door die schoenen lukte het hem om recht te lopen en niet te vallen. Andere passagiers in de bus vonden hem verdacht en op een terrorist lijken. Het moet niet gekker worden met die angst. Daarom mijn oproep: niet bang zijn. We zijn veel sterker dan dat als samenleving. Als Nederlanders, inwoners van de Eimond. We zijn niet laf, maar moedig. We hebben de afgelopen eeuwen flink wat stormen doorstaan. Maar onze hang naar vrijheid hielp ons er doorheen. En wat is de grootste vijand van de vrijheid? Dat is angst. Als je in alles wat afwijkt een terrorist ziet, dan ben je bang en hebben de terroristen van IS gewonnen. Dat is wat ze willen. Angst aanjagen, onze samenleving ontwrichten. Laat je niet leiden door die opgelegde angst, maar koester de vrijheid van denken en koester de beginselen van onze rechtsstaat. Een vluchteling is pas een terrorist als dat bewezen is. Als we onschuldige mannen, vrouwen en kinderen uit angst de deur wijzen, wat is onze vrijheid dan waard? Probeer dapper te zijn, je angst te overwinnen en zoek de vluchtelingen op. Als een getal een gezicht heeft, blijkt het probleem vaak mee te vallen. Ondanks onze terechte bezorgdheid denk ik dat we hiertoe in staat zijn. Ik geloof in onze samenleving. Ik geloof in onze samenleving.